Yo, is Peril Dekker Kraft, dan gaan we weer verder met Pokémon Fire Red. En ik ga jullie gelijk iets vertellen. En dat is dat ik baal. En dan kan je denken van, oh mijn god Jeroen, waar baal je nou weer van? Dat dit hier in de knoop ligt. Wacht even, ja. Misschien kan daar heel erg ruis vanaf, maar dat is het draadje dat ligt hier in de knoop. Goed, nee, waar ik van baal is, gisteravond heb ik deze game al uitgespeeld. Ja hoor, ik heb hem uitgespeeld. Alleen mijn stem was niet opgenomen, dus dat is echt kut. Maar wat we vandaag gaan doen, want ik weet dat in mijn team, zal ik dat laten zien. Ik kan hem onder in beeld ook zien. Labrous Monkey, Charizard, Harold, Queen en Sparkle. Queen hebben we helemaal niet nodig, trouwens zijn helemaal getraind. Ik heb ze getraind in een aflevering, maar dat is toch niet online gekomen. Dus, oh godverdomme, ik heb geen zin om ze helemaal opnieuw te trainen, dus ik heb met rekenis gedaan. Ik geef het toe, ik heb met rekenis gedaan, ja. Maar, ik dacht, weet je wat, ik ga ook even een Gastly vangen. Laat ik me even, of mijn Gastly, ik heb al een Gastly. Laat ik evolueren in een Haunter en dan ruil ik met mezelf. Dan heb ik een Gengar, want Gengar is cool en best wel handig. Alleen het probleem is dus, ik heb zit dan op de oude versie van de emulator. En daarop kan je niet ruilen. Deze emulator die ik nu heb, die is pas bij de volgende versie is het mogelijk om te ruilen met een andere. En ik heb geprobeerd naar de volgende versie over te zetten, alleen dat lukt dus niet om een of andere reden. Voor een of andere reden kan ik dit C-slot niet overzetten naar de volgende versie. Ja joh, ik ben er toch bijna, het gaat maar om één Pokémon. Wat we gaan invullen is cheats. Ja, we gaan cheats invullen. Ik weet niet, jullie zien dit niet hè, nee. Goed, dan zetten we... Ja, kijk met internet op me open, wat voor shit is dit voor... Game Shark, dan zetten we Game Shark. Dan zetten we beschrijving, dan noemen we hem Gengar. Ja, zeker. Voor mij zien jullie dit allemaal niet, dus dat is een beetje jammer. Dan die, en dan even kopiëren die, en dan zeggen we die pluggen. En dan gaan we een beetje naar beneden scrollen. Dat is een heel handige site, dan kan je gewoon zeggen van, oké, dit is de code, dit is het spel. En dan willen we zeggen, deze willen we tegenkomen. Dus het eerste rijtje is Pokémon Fire Red en dan US versie, want je hebt US en Japanese, dacht ik. Voor mij is er geen andere meer, dus ik gok op dat ik US heb. En daarna kan je zeggen, ja, tweede rijtje aan code is welke Pokémon wil je. Nou, dat is Gengar, dan klikken we op oké. Okay. En ja, dan klikken we op oké. Okay. En dan, ja. En dan gaan we eventjes dit, dat ik de preview weer zie, en dan gaan we kijken. Als het goed is komen we nu een Gengar tegen. En daar is hij. Dit kan je echt heel cheaterig noemen. Eerst ook gewoon een cheat. Je vult een cheat in om een Pokémon tegen te komen, weet je wel. Ik had echt zo van fuck it. We willen wel een mannetje trouwens. En mannetje, here we go. Back. De Pokéball use. Oh, wat? Hij ontsnapt? Ik denk, oh, chill, we hebben toch level 2, maar dat maakt niet uit, joh. Pokéball, rappadapadapadap, what the fuck is mis met hem? Wat is mis met hem? Echt, what the fuck? Kom hier, beest. Oh nee, hij is ontsnapt. Kom hier, beest. Beest. What the fuck? Waarom wil je er niet in? Wat is dit? Wat is dit voor nonsens? Ja, he, eindelijk. Hehe. Goed, yes, nickname. We gaan hem noemen. Spook. Gewoon spook. Gewoon simpel, weet je. Gewoon. Hoppakee. Wat is het voor dier? Ah, het is een soort van spookachtig iets. Nou, dan noemen we hem spook. Hoppakee. Dan gaan mensen. Ik weet zeker dat mensen hierop gaan haten op dit stukje. Ik ga deze aflevering ook gewoon gelijk cheater noemen. Ja, dat lijkt me wel iets goeds, weet je. Het wordt gewoon gecheat. Ik voel cheatcodes in en ik gebruik ze live in een aflevering. Maar fijn, wat we gaan doen is dus, ja, Gengar erbij pakken. Hier is hij, Spook. Level 2 is hij nog. En wissel hem voor Velplume. En Velplume, doei, je bent level 50. Dus dan gaan we ook eventjes zorgen dat Gengar even level 50 wordt. Eerst eventjes doen we dit. Doei Velplume, doei zeg ik. En hallo Gengar. Zo, nou we moeten even naar mijn level. Of nou we lekker een Gengar in de layout. En op dit, daar wel een beter team op te houden. Dus dan gaan we even kijken in de bag. Links is links. Daar heb ik hier nog ergens. Rare candies. 2. Let op, die zijn er geen 2. Yay. Als ik me niet vergis. Nee. Oké. Even kijken. En dan gaan we even kijken. Dan kan ik je laten zien. Als je rare candies shizzle in doet.
Kijk, dan heb je dit. Dan zit je hele dienstie vol. Er kan niks meer bij. Het zit allemaal op nul. Echt, what the fuck. En ik weet niet welke van de twee het is. Ik weet niet. In ieder geval deze twee kan je pakken en deze kan je niks meer doen. Die onderste van nul. Dan weet je dat ook. Ga je withdraw en dan kan je zeggen omlaag. Er zit allemaal vraagtekens. Nou, dat is voor mij oneindig dat die is. Die moet je niet hebben. Je zet gewoon op 1. En ja, even kijken hoeveel is. Hij is level 2. Dus we pakken 42 van die dingen. Ja, is goed. Dan hebben we nou 43 in ons ding. Zal ik je laten zien. Oh, it's not used. Time to use that. Dus ik ben een bug. Mensen, ik weet zeker dat jullie, dat zijn een paar mensen die gaan die zo uit te haten. Maar ze zijn wel 42, hè. Er zit nog ergens anders eentje tussen verstopt. Want je hebt dan nog één losse weer herkenning. Soms moet je samenvoegen met de andere. Ik heb namelijk al eerder gezegd, gedaan, dat heb ik gewoon toegegeven toen. Ik ga het weer doen, want ik heb geen zin om dat ding te trainen. Want dan heb ik gewoon eerst een hele aflevering om te steken. Of meer dan een aflevering. Ik heb heel lang besteed om dat ding te trainen. Dan heb ik geen zin om dat nog een keer te doen. Dus ik doe gewoon lui. Met rare candies. Weet je, ik heb gisteravond zoveel tijd erin besteed om dat helemaal te fixen. Dus ja, ik ben lui. Ik train hem gewoon gelijk eventjes. En het moet per se een Gengar zijn. Gengar is cool. Gengar is gewoon cool. Nou, rare candies eroverheen tot de max. Goed, Nightshade, wat is dit? An attack with a mirror set that inflicts damage matching the user's level. Klinkt goed. Curse, Spite, Remove, Nalik, Hypnosis. Oh, die is trouwens heel handig, die Hypnosis. We doen Spite weg. Ja, bam, 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 bam. We hebben ook nog twee fysiek heel sterke aanvallen die we nog gaan krijgen. Samen met Nightmare kan dit echt fucking... Ik heb gisteren namelijk al getraind, dus ik weet welke aanval ik die krijg. Moest even kijken welke is. Maar deze krijgt Confusion Ray. Confusion Ray hoeven we niet. Want we krijgen nog een paar, drie nieuwe andere aanvallen die heel chill zijn. Ik word gebeld. Extern oproep. YOLO. We praten gewoon door. Gewoon door. YOLO. We doen het. Shadow Punch. Stop. Telefoon. Stop. Stop. Nee. Stoppen. Stop. Ik wil je niet opnemen. Alsjeblieft. Iemand anders neemt mijn telefoon op. Dat vind ik niet leuk. Dan moet ik zo meteen weer knippen. En ik ben te lui. Ik ben dat keer vergeten om te knippen in de aflevering. Ga uit, telefoon. Uit. Nu. Stop. Iemand anders, neem op. En het is opgehaald. Mooi. Goed. Shadow Punch veranderen voor... Curse. Ja. Lala, Shadow Punch. Nice. Rare Candy. Oh nee. Dit gaat... Ik weet zeker, deze video gaat dislikes krijgen. Echt veel, man. Veel. Maar ik heb gewoon scheid aan, weet je. Ik wil hem in mijn team hebben. En ik kan niet ruilen. En ja, Dream Eater, deze moeten we hebben. En die vervangen we voor Nightshade. Nee, het is sowieso. Dat is het enige die we nog moeten krijgen. Shadow Punch. Of in ieder geval. Of, ik weet niet, was in ieder geval iets wat we... Er waren twee aanvallen die ik met name helemaal door elkaar haal. Maar we hebben Shadow Punch al wel. Maar we hebben ook de andere van de twee die ook zoiets is. Ook zo zwaar, awesome. Cool spoke, you can do it. Destiny Bond. Use a faint to fool, nee. Nightshade, Shadow Punch, die hebben we dus al. Maar we moeten nog een andere hebben die toch blijkt. Hetzelfde met deze Shadow Ball of zo is het dan. In ieder geval heel awesome, want die is level 41. Dan zijn we er bijna. 42. 4. 43. 44. 45. Shadow Ball. Kijk, dat is het. Which move should be forgotten? Nightshade. En dan hebben we hem nu met ultieme aanvallen. Echt. Het is nou echt zo'n beest, jongen. Niet normaal. Goed. That's it. No more cheating. Ik zal eventjes... Cheats. Disable cheats. Ze staan al uit. Ik zal gelijk even de cheat list. Helemaal leeg maken. Cheat list. Remove all. Oké. Ja, dus dat alles goed is, goed is uit. Misschien dat er nou alleen nog maar dat de Gengar nog aanstaat. Moet even kijken. Eerst even hier kijken trouwens. Ja, Gengar staat nog wel aan. Dan moeten we heel eventjes fixen door te klikken op run away. Let op. Ik zal het je vertellen wat, hoe we dit gaan fixen. Let op. Dit is de ding. Ja, dat is een faal. Save game. We slaan hem op in slot 1. Daarna zeggen we... Dan loopt hij vast. Ah, gaat verder, ja. Dan zeggen we reset. Bam. Dan zeggen we faal. Load game.
slot 1. En als het goed is, is het nou weg. Gewoon, zo. Kijken. Nee, het is niet weg. What the fuck? Wat is dit? Cheats. Cheat list. Leeg, oké. Wat? Dan ga ik gewoon even helemaal opnieuw opzetten. Be right back, mensjes. Goed, die is uit. En dan zetten we Pokémon erin. Go, ja. Doet hij het nog hier? Nee hoor, nee, of course not. Verder, kijk, ijsschappen. Vernieuwen. Oké. Hoppakee. Zitten we erin. Goed, hopelijk gaat hij nou weg, want ik wil niet alleen maar Gengars tegenkomen. Dat zou echt zo gay zijn. Nee, oké, het is weg. Hebben we dat ook weer gelijk gefixt. Zo. En dan krijgen we hier onze rivaal. En die begon met welke Pokémon? I don't know. Dus ik zeg gewoon YOLO. Of trouwens, krijgen we hier onze rivaal nog helemaal niet. Wat zijn we aan het doen, Jeroen? Wat zijn we aan het doen? We moeten nog de gymleader halen, man. Ik denk, oh, die hebben we al gehaald. Nee, die hebben we nog niet gehaald. Die hadden de vorige aflevering niet verslagen. Dus dat gaan we deze aflevering doen. So let's do this. Zo. Ja. We gaan verslaan met Gengar. Waarom? Omdat die Gengar nieuw is. Die moet even ingetraind worden, hé. Dus dat doen we zo. Giovanni. Bladib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 
Yes. Kijk, dit is zo chill, hè. Kijk, ik zal even uitleggen wat ze allemaal doen voor de mensen die het doorhebben. Hypnotics, daarmee gaat hij in slaap. En deze aanval, die doet hem, schade als hij, pijn heeft, als hij in slaap is. Super chill. Of die doet hem dus extra heel veel schade als hij in slaap is. En dit zijn gewoon twee fysieke aanvallen, zoals Shadow Ball. Dus laat zien. Wop, bam. Nou, dit is bijvoorbeeld niet heel goed. Ik kan denk ik eventjes beter mijn Lapras erbij pakken. Want ik denk dat die meer nut heeft tegen een Rhyhorn. Dus dan gaan we even doen met Pokémon. Lapras Shift. Dan wisselen we gewoon weer terug. Echt, wat voel ik? Wat voel? Wat volk? Goed. Het staat helemaal nergens op dit. Goed. Ja, go. Goed. Ik kan het gewoon bijna niet laten. Want deze die heb ik al gehad. Dan wil ik niet nog een keer doen. Hydro Pump en dan... Ze was helemaal dood. Ja. Helemaal dood. Yes. Rhyhorn. Nee, natuurlijk niet. Wat denk je dat ik gek ben? Oké, misschien een beetje. Maar... Wauw. En go. Ja. Nice. Nido Queen, yes. Zetten we Charizard tegenover. Nido Queen heeft voor mij ook nog een grass of bug type of iets. Ik veel flamethrowers voor mij heel sterk tegen Nido Queen. Als ik me niet vergis. Dat kan ik me helemaal fris, joh. Echt, dat kan heel makkelijk. Maar ja, we gaan even checken. Bam. Ja, dit is best wel effectief. Body slam. Oh nee. Oh kut, hij is paralyzed. Dat is minder mooi. Nog een body slam, of course. Why not, hè? Huh? Why not? Hè? Huh? Waarom ook niet? En hij is dood, of course. Goed, nou, lekker veel experience points. Nido King, nee joh, kunnen we ook wel aan. Noor, Nido King is kinderbag. Goed, flamethrow erop, joh. Trash, bam. En hij gaat neer. Nou, nog niet eens hoor, ik ben nog eens de helft van mijn HP kwijt. Jazeker. En hij is wel heel lekker ver. Goed. Hij gaat heel even leunen. En gaan we dan eventjes lekker rustig afhandelen. Charizard used flamethrower. Oh my god. Ja, nou is het weer handig om weer water Pokémon in te gooien. Als ik de naam goed heb, kan ook wel een dood trio is. Nee, het is Duck Trio, oké. Okay. Het kan ook dood trio, dat is die vogel zeg maar. Maar nee, het is deze. Dus doen we gewoon even lekker Hyper Beam. Hydro Pump bedoel ik. Hydro Pump, joh, wat zeg ik hier? Ja. Oh nee, joh.
Great Gone. Super simpel. Kan je denken, oh mijn god, Jeroen, je hebt deze Pokémon echt overpowered getraind. Nee, want de concentratie zit hier kut. En dat moet ik even niet hebben, want dan laat ik eerst de audio op de kut. En dan moet ik het weer overnieuw doen. Recht blijven liggen, draadje. Het is ook helemaal gedraaid, zie ik nu. Ik moet ook eventjes dat fixen. Goed, nou. Nice. Wacht even. Bam. Zo. Hebben we de laatste ding erbij. Zo. Dit is TM. Earthquake is het volgens mij, of niet? Earthquake, ja. Mooi. La 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 la. Ik hou van die muziek. I love it. Goed. We gaan even hier snel naar boven lopen. En dan gaan we het einde van de aflevering maken. Dus. Vond je het nou een leuke aflevering? Ik wil al een blauw duimpje omhoog. Vergeef mij voor het cheaten. Laat achter in de reacties. Dan weet ik wie het niet erg vindt. En vindt het wel erg. Laat ook achter in de reacties. Want ik ga het gewoon sowieso niet meer doen. Want dit is gewoon even, ja. Ik heb het opgenomen en ik had, oh alsjeblieft, ik had geen zin om het opnieuw te doen. Hopelijk snap je mijn frustratie als je het niet oké vindt. En dan bedank je alsnog voor het kijken. En hopelijk tot de volgende keer. En dan zeg ik nog maar één ding en dat is later.